Dames en heren, jongens en meiden, een hele goede morgen. We zijn weer in Aalsmeer. We beginnen bij Baarzen, maar daarna gaan we iets gaafs doen. Constantijn belde mij namelijk net op met een, ja, toch een soort van verrassing. Hij zegt, Sam, ik heb iets gaafs binnengekregen en iets wat jij niet verwacht. Dus, daar gaan we zo meteen toe. Daar gaan we zo meteen filmen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we weer wat gaaf foto's maken. En we gaan op pad met een super dikke, mega vette BMW M2. Het blijft ook nog steeds vet, hè, jongens. Deze M, die 30 jaar editie, is weer een hoop verkocht. Dit is ook echt super dik, deze Ferrari. Misschien binnenkort de verkoop, nog niet helemaal zeker. Dit blijft vet. Dit is de BMW M2. Ik heb nog nooit een M2 gehoord die zo luid is als dit. En dat maakt een M zo gaaf, jongens. Het blow-off. Dat hebben de nieuwe generaties hebben dat niet meer. De vorige generatie, de F-serie, deze M2. Dat je gewoon op het gas gaat staan, vol op het gas en met 3000 toeren in gas meteen loslaten. Dat die heel die turbo blow-off eraf komt en zo indrukwekkend. We zijn aangekomen op de fotolocatie. Ik neem jullie zo meteen meer mee on board, maar dit. Hoe is jouw OPF RS3 qua sound? Shit. Zit de 5-cilinder op erin, alleen. Dat je lang. RS3 met OPF, sowieso tunen, rev limiter even een beetje omhoog, soundmap aanpassen. Advies van Roy, hè, je hoort. Dit is wel echt de best klinkende M2 van Nederland, 100 punten. Kijk jongens, je hebt werkpaarden. Je hebt zijkpaarden, kijk eens. Dit is echt vet, jongens. Laat even in de reacties weten welke jullie zouden kiezen. We hebben natuurlijk twee vergelijkbare auto's. Roy hoef je niet te vragen, dat weet ik al een beetje. Of twijfel je? Ligt eraan wat je doelen. Twijfel je? Wil je nog gewoon één van de. Gewoon één die je altijd moet gebruiken. RS3. Ja? Ja. Want? Betere daily. Ja? Comfortabeler, relaxter rijden. Maar is beter in alle ook omstandigheden kan je ermee rijden. Nou ja, leuker hoeft het niet te zijn. Maar je kan er wel, als het winter is, kan je hiermee niet ergens naartoe. Jawel. Nou, waarom laat jij je M4 altijd staan dan, met sneeuw? Ik heb vorig jaar niet gereden, omdat ik te koop stond. Maar het jaar daarvoor heb ik wel met sneeuw gereden. En dat is een great succes?
Dat hebben we niet over. Kan wel. Ja, maar in die dat zin, is de betere en de verstandigere daily. Ja, eens. Dit is de leukere auto voor als je een keer een circuit dag of iets wil doen. Maar ja, dat is dus, ja, wat wil je? Wat wil je? Dit klinkt wel echt, zo ver als een M2 dik kan klinken, is dit het. Dan moet je dit hebben. Dit zeker is echt beter wordt hij niet. Nee. Beter wordt maar niet. Dat ook inderdaad als daily, een RS3, 5 cilinder. Is ook wel, het blijft magisch. Ja, het blijft een feestje, die 5-pitter is gewoon echt gaaf, is gewoon echt leuk. Echt natuurlijk, top. Je, even een tuning erop, een beetje die soundmap aanpassen. Smiley. Ja. Goed hè. Hé hey, jongens, en hier erbij. Nu is het tijd om door te gaan naar Shift-up. Want zoals ik dus zei, er staat een verrassing voor ons klaar. Ik heb geen idee wat het is, maar ik heb me altijd een beetje voorgenomen. Met dat iemand een verrassing voor je heeft. Niet veel vragen stellen en gewoon laat het gebeuren. En hij is gewoon hard aan het werk, hè? Daar is hij. Lekker wat, met jou? Goed te zien. Jij hebt wat bijzonders, hè? Ja, ik heb geappt en ik heb weer wat moois voor je. Iedere keer dat ik van jou een appje krijg, denk ik, oh, wat gaan we nu weer krijgen? En heb je niet idee wat we hebben voor je? Nee, ja, ik denk iets van een Mini. En ik zie ook iets kleins onder een doek. Maar? Waar? Het is John Cooper Works uitgevoerd. Maar het is uniek. Dus iemand zegt tegen mij, het is John Cooper Works uitgevoerd. Dat klinkt een soort van als een of andere hint. Maar wat ik hier precies van weer moet verwachten, jongens. Ik zie daar al een andere JCW staan trouwens. Ja, ja. Hij lijkt sprekend op. Dit wordt echt een steeds interessanter verhaal. Nou, kom maar met die verrassing, want ik ben nu wel heel erg benieuwd. Heb je nu een idee? Het is gewoon een JCW. Ja? Maar die bumper is wel weer anders. Dit is naar de achterkant. Hier zie je wel een John Cooper Work logo. De rode accenten. Rode spiegels, rood dak. Ja, wacht even, valt hier niks op? Valt hier niks op als je ernaast staat? Hè? Ik zie hier aan de voorkant dat er iets mist. Ja. Dat er iets anders is. Mistlampen. Ja. Dat heb je normaal niet. Oké. Maar verder. Hij is wat hoger. Ja, dat zie ik ook. Wel hetzelfde wiel, wel dat ding aan de zijkant. De achterkant. Nee. Hè? Is dit elektrisch? Dit is een elektrisch. Dit meen je niet. Dus er is iemand geweest die heeft een elektrische JCW gekocht. Ja. Een elektrische Mini gekocht. Ja, een helemaal hele mooie gebouwd. Kijk jongens, dit is natuurlijk een echte JCW. En dit is elektrisch. Dit lijkt gewoon bijna sprekend om elkaar van ver af. Zou je inderdaad gewoon denken, dit is een JCW. Maar wat zijn de verschillen? Lachen man. Voorbumper dus. Voorbumper. Mislampen zei je net. Andere grill gekregen. Andere grill. Nou, rem. Remmen. Remmen inderdaad. Wel dezelfde wielen. Ja. Het dak is rood gewrapt. Spiegels. JCW grill zit er dus in. En zelfs van binnen, klein detail. Ik ga helemaal stuk hè, want dit. JCW-stuur. Dat meen je? Ja. Zo ver is die gegaan. Zelfs een JCW-stuur. Ja, ik zie daar de Union Jack ook. Wauw. Zo is wel heel ver gegaan. Want je ziet natuurlijk, alles gaat steeds minder geluid maken. OPF-filter zit natuurlijk in die, ja, die uitlaat. Ja, inderdaad. Dus wat is dan de toekomst? Ja, elektrisch. Maar wat is dan nu nog leuker? Is dan een elektrische auto leuk of is zo'n auto met een OPF-filter leuk? Gaan we hem even starten, hè? Mooi geluid, hè? Hoor, je moet de uitlaat eens horen. Het is net een UFO, hè, zo'n ding eigenlijk. Is hij nog een beetje aan het zoeken, hè? Ja, inderdaad. Hij trekt ook helemaal zo aan het stuur, weet je wel. Maar toch, wat is de acceleratie? Wat hoeveel vermogen hebben we? We hebben 184 pk, dus net zoveel als een Cooper S. 184? Ja, 184 pk. Oh, ik denk en het is eigenlijk gewoon de motor en aandrijflijn van een BMW i3. Ja. 270 Nm. Ja. Dat is best wel flink. Ja, dat is best wel flink. En 0 naar 100 volgens mij iets van 6,8 seconden. Dus het is niet, nee, mega prestatie. Maar als je het vergelijkt met een Works, dan komt het bijna overeen. Hè? Ik vind het best wel bizar rennen. Ja. Dat is echt meer dan ik had verwacht. Ja. En het gewicht ten opzichte van ondanks dat natuurlijk het gewicht lager ligt. Dus qua rijden heb je het niet echt door. Ja. Hij is iets zwaarder. Hij is iets zwaarder. 145 kilo volgens mij. Ja. 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 Maar goed, de ruimte en interieur is dus gewoon hetzelfde. En dat is top. Ja, je komt er niet heel ver, dus mijn 150 tot 170 kilometer.
Maar binnen een half uur, als je een snelladerfunctie hebt, dan, dan heb je hem weer. Want je kan gewoon snel laden met ja. deze. Ja, een half uur, 80%, dan kun je weer doen. Ja, dat is ook inderdaad. En laatst had ik het daar met iemand over inderdaad. En die vond dat zo bijzonder. En het snel laden en hoe zit het nou en bla bla bla. Maar het is natuurlijk heel logisch. En ik wil dat iemand die heeft me ooit verteld, je moet het zo zien. Op het moment dat jij een glas water pakt, doe je de kraan helemaal open. Yeah. En op het moment dat die bijna vol is, dan doe je rustig aan. En dat is ook een elektrisch water. Ja, ik vond het een fantastisch mooi. Een mooi voorbeeld. Ja, een mooi voorbeeld. Waar gaan we heen? Links. Waar zijn we überhaupt? We zijn in... Ja, goede vraag. Wist je dat we hierheen moesten? Of, Nee, dat ik denk, pak een toeristische route. Ja, rijdt gewoon. Zevenhoeven. Nooit geweest. Joko. Nooit geweest. Ik moet zeggen, er staan hier wel mooie huizen. Ja, toch? Dit, Het is mooi snel. Zou ik best kunnen wonen. Ja. Kijk, nu hoor je nog even de spieken tot 50. Het scheelt dat mensen ons niet. We rijden nu best wel door. Ja. Maar dat mensen niet. Het accelereert best lekker, toch? Mensen worden niet boos, nee. En dat is sowieso zo, met elektrische auto's, mensen, ook al die Tesla's, je hebt natuurlijk ook een hoop idioten die niet kunnen rijden, die een Tesla van de zaak krijgen. Wij hadden het er net met elkaar over, inderdaad. Ja, en die mensen die worden helemaal niet graag aangekeken. Die kunnen gewoon lekker normaal hard blijven rijden. Ik en als je dan een Audi of een BMW met een uitlaat hebt, dan word je in één keer scheef aangekeken. Ik denk dus oprecht dat gewoon het aantal ongelukken wat met een elektrische auto gebeurt, dat zat opzettelijk onder de radar houden. Ja, je hoort heel weinig, hè? Zeker. Ja. Want het kan niet dat mensen met zo'n Model 3 Performance of een Model S P100D... dat het goed blijft gaan. Ik geloof het echt niet. Er zijn ook heel veel mensen die kunnen gewoon niet overweg met zo'n verhaal, hè? Nee. Twee dikke mannen erin. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 99! Heb je hem op sport? Nee, dat was green, denk ik. Ja, dat is green, denk ik. Ja, oké. Okay. Dit even Oh, het scheelt wel serieus? Ja, het scheelt echt serieus. Ja, nu wel. Ja. Want Model S P100D heeft... PK 800, 700? Zoiets, ja. Ja, dat kan toch niet? Dankzinnig. Allemaal geleased natuurlijk, in het begin. En nu misschien wat minder interessant. Ja, dus daarvoor waren ze een Skoda Octavia gewend. En dan krijg je in één keer 5, 6, 700 PK onder je kont. Dan kan die goed gaan. Nee, dat kan... Ik ben benieuwd of iemand dat weet inderdaad. Nou ja, waarschijnlijk weet iemand dat wel. Ze mogen echt niet reageren. Laat even vinden. Ik geloof niet dat dat de hele tijd goed gaat. Want je ziet het nooit. Het enige wat je op social media ziet is GT3 plat. En al geplat. Tuurlijk. Alleen de dikke kent iedereen. Ja, dat vinden mensen mooi om te lezen. En natuurlijk, dat is onveilig. Daar moeten we allemaal vanaf. Ja. Goed verhaal. Ik geloof niet dat dan een elektrische auto niet het geval is. Nee, dat kan niet. Met Amsterdam een hele aparte Tesla-schade herstellen zitten. Dus, daar moeten we ook heel op. Daar moeten we ook heel op bezoek, ja. Ik ben zo benieuwd. Want dat is allemaal honden in de doofpot. Ja, klopt. Maar ik moet zeggen... Loopt lekker door, toch? Ik vind het best een fijne auto. Ja. En je voelt net zoveel als een normale Mini? Maar je hebt niet door hoe hard ze rijden met z'n ding. Maar ik had het ook toen de vorige keer en na toen met dat ding reed. Je moet echt kijken. En in mijn auto, je hoort... CarPlay, Flitsmeister. Dat scheelt weer inderdaad, maar je hebt niet door. Nee. En je moet echt kijken... Oh ja, zo hard rijden. Gelukkig hebben we head-up display. Nou, dan hebben we een rotonde. Dus gaan kijken hoe die in de bocht ligt. Ja. Je zult het merken, hij helpt gewoon bijna niet over. Zie je dat? Het is gewoon echt een kart. Leuk, hè? Het is wel een botsauto eigenlijk. En normale Mini heeft het al, maar dit geeft nog meer vertrouwen ofzo. Ja, en dit gaat gewoon tot 50, 60 gaat dit gewoon harder dan een normale Mini. Ja? Ja, nou gewoon qua accelereren en ook qua gevoel natuurlijk. Eigenlijk moeten ze naast elkaar. Hij heeft gewoon instant power, hij blijft maar doorgaan. Het zou wel gaaf zijn als Mini een keer een elektrische versie maakt van een GP ofzo. Dat zou echt een bruut apparaat worden. Want ik was dus op Goodwood Festival Speed, helemaal vol. Hebben ze een Superfan gebouwd. En een Mini Superfan? Nee, een Ford Superfan. Dat is een project, dat hebben ze nou 4 keer gedaan. Dus iedere keer voor het Festival Speed. En dan pakken ze dus gewoon de Transit. Ja. Die trekken ze helemaal in elkaar. Ja. En dan maken ze iets idioots van. Met een rolkooi erin en alles. Rolkooi, sparkelstoelen. Ze hebben een keer met een Formule 1 motor gedaan. Nee. Maar nu hadden ze dus een 2000 pk elektrische Superfan gebouwd. Bizar. En dat ding kwam voorbij. Niet normaal. Ja. Op sliks. Aan de achterkant hadden ze echt een
een soort van raket hadden ze hem laten lopen. Ja, ja joh. Dat doet een beetje denken aan die vrachtwagenraces, hè? Ja, niet normaal. Dat lijkt me ook bizar, racen met zo'n vrachtwagen op het circuit. Dat lijkt me heel vet om een keer mee te maken. Ik denk dat het nog best wel link is. Ja, dat vind ik bloedlink, ja, dat je die omkoekt. Elandproef. Er zijn dus echt nog wel auto's, hè. Voor mij met die smartphone erin. Ik denk dat die kan omvallen. Soms ga ik met dat ding door bocht en ik denk, oh, dat moet echt geen kilometer per uur harder. Uit die zijwieltjes erbij. Dus zo'n Mr. Bean ding, wat extended is. Ja, ja, ja. 9. Maar je krijgt in ieder geval een glimlach op je gezicht, toch? Ja, met rijden. En nu? Dan ga je dus van 97 kilometer actieradius, dan druk je hem weer op mid. 104. 104. En plus. 110. Ja, dus het helpt wel. En voor de rest, je hebt natuurlijk, dit is een Joors uitvoering. Bijna 10%. Ja, absoluut. Hier zit alles op en aan, dus van die mooie interieurlijsten, een groot scherm, draadloze lader, Apple CarPlay, panoramadakje. Ja. Maar met wat concurreert dit dan? Ja, dat is een goede vraag. Ja, het is niet echt concreet. Het is niet met een elektrische Fiat 500. Dan kun je een paar segmenten een beetje met elkaar vergelijken. Alleen ja, het is net als een Apart en een John Cooper Works. Er zit wel gewoon echt een wereld van verschil tussen bouwkwaliteit, hoe die rijdt. Je zit in een Mini volgens mij ook wat lager dan in zo'n Apart. Ja, 100 punten. Ik kan niet normaal in een Apart zitten. Nee? Ik kan niet normaal in een Apart zitten. Ik zit altijd met mijn knieën tegen het stuur. Of uit het dak. Ja. Ik zit met mijn knieën tegen het stuur aan. Ja. En het stuur kan je niet naar je toe halen. Kun je niet naar je toe halen? Dat is één stand. Oké.